Goeiedag, kom je nog? Ik kom trainen straks. Ja, dat denk ik niet. Oh. Tof dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van De Gieren Gasten. Mijn naam is Niels. Vandaag zonder Jossa en Martijn. Dus het is vandaag een one-man army met Nelis. We gaan naar Groningen, want in Groningen heb je de prachtige en gemoedelijke voetbalclub FC Groningen. Dost goed teruggelegd op Roestak, 2-1 Groningen. Goed gecombineerd en prachtig uitgehaald. Het is een mooie aanval. En ik zat te denken, het is vandaag vrijdag. Die gasten hebben gewoon training. Als ik nou een FC Groningen trainingspak aantrek, kan ik daar gewoon zomaar het complex binnenlopen en met die gasten meelunchen. Nou, ik heb net alle info gekregen van onze lieve Glenn. Het is maar gewoon het gebouw inlopen en hopen dat er iets van een gezamenlijke buffetlunch is. Maar eerst moet ik even omkleden. Ik moet even dat trainingspakje aan doen. Hoeveel ballen leg je erin zondag? Sowieso drie, man. Sowieso drie. Ja, mijn handtekening? Ja. Kom, doe zelf. Doe zelf. Heel snel. Thanks. Ja. Hey, succes, man, zondag. Hey, thanks, bro. Jojo. Oké, daar gaan we dan. Ik heb echt geen idee waar ik naartoe moet. Wat precies mijn verhaal wordt. Ik heb een bolle kop voor de nieuwe spits van Groningen. Maar goed, ik heb al 9 jaar slepende knieblessure, dus ja, we krijgen ervan. Kan ik even meelunchen? Ja? Kan ik ergens in? Hier? Hoe laat is lunch? Kort over 1:30. Oh, dan wachten we nog even. Dan gaan we even bij de training kijken. Dankjewel, man. Top, ik zie je zo. Oké, dit is lachen. Ik ben net herkend door een jeugdspeler, geloof ik, van FC Groningen. Hij zei van, er is op dit moment nog geen lunch. Duurt nog een half uur. Dus we gaan eerst even kijken bij die jongens hier. En misschien kunnen we straks wel met hem meelopen. De kantine in. Maar de lunch is nog niet klaar. Nog even wachten. Waren iets te gretig, Glenn? We gaan nu stoppen. Is dat het eerste? Ja, volgens mij wel. Oké, dan lopen we gewoon straks met een beetje met hem mee. Er komen nu 2 spelers aan. Ik doe gewoon alsof ik rek- en strek oefeningen doe. En dan lijkt het net alsof ik erbij hoor. Oh kijk, ze gaan er wel echt door die ingang. Ik doe naar die blonde jongen. Die heeft niks in de gaten. Oké, ik ga naar binnen, man. Ik heb koud. Hey man. Ik kom trainen straks. Kom je trainen? Ja. Staat daar dus opeens Mark-Jan Vlederis voor mijn neus. Oud voetballer van FC Groningen en is daar nu technisch directeur. Dat betekent dat uitgerekend hij over het aankoopbeleid van de spelers gaat. Ik krijg volgende week een stageperiode voor een week. Ja, dat denk ik niet. Oh. Ja, volgens mij herken jou niet. Dus, Oh, nou, bij deze. Ja. Hey, stop. Hi. Mark-Jan. Hi. Van wie krijg je een stageperiode dan? Ik heb vorige week met Nijland even gesproken. Met Nijland? Ja. Met Hans? Ja. Echt waar? Ja. Hans zei, jij kunt op stage. Ja, ik mag stage lopen. Gewoon een brengt van Gieren. Hey, maar je ziet er wel fit uit, moet ik zeggen. Zie ik er fit uit? Ja. Of niet, Wouter? Maar voordat jij mee kan trainen op stage, dan moet je eerst even bij de dokter langs. De dokter gaat even wat dingetjes testen bij je. Ja. Die gaat testen bij mij. Dus kom maar even mee. Dan denk ik dat ik even de training oversla. Oh, okay. Ik moest wel even lunchen, want ik moest straks even verder praten. Dus ja, ik weet niet waar de lunch precies is. Nee, de lunch. Hier is geen lunch voor jou. Hier is geen lunch? Ja. Oh. Maar jij loopt hier gewoon zo echt zo naar binnen met je. Ja, met mijn trainingspakje. Dan moet ik je toch vriendelijk verzoeken om, dat snap ik. Om weer naar buiten te gaan. Dan ga ik weer naar buiten. Ja, dat ging even niet zo goed. Ik liep de trap op. Ik werd in één keer herkend als niet welkome gast. Ja, dit was een heel slap verhaal. Maar ja, die gratis lunch, Glenn. Nee, ik werd gepakt. Hier heb je nog een voordeur. Ik wil daar nog even proberen. En anders is het sluis. Dan moeten we naar AZ toe. Dit is gewoon een bedrijfskantine. Ik heb geen idee wie er nog bij die. Gaat lunch kunnen gaan. Ja, als de Mark-Jan er nog eentje ziet, dan krijg ik een schop om mijn hoofd. Ik heb gewoon een nieuwe speler uit die kantine. Ja. Als de spelerskantine. Hai, goeiedag. Ik ben een nieuwe speler, maar ik heb geen idee waar de spelerskantine überhaupt is. Dan moet ik zelf ook even naar jou.
Oh, jij komt er zelf ook niet? Oké, nou, ja, laat me weten. Want ik weet niet wie ik nu moet bellen daarvoor, zeg maar. Hey, goeiedag. Hi. Niels. Jorn. Hi. Jorn. Hi. Jorn. Hi. Jullie komen voor FC Groningen, ja. Begreep ik? Ja, klopt. Afspraak met Edwin Bolt, denk ik. Dat klopt. Alleen, ik zou eerst even naar de spelerskantine wat eten. Op. Ja, top. Martijn niet meer zo te grazen nemen, hoor, in die kooi. Martijn, nee? Nou, je kijkt het dus gewoon. Ja, 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 mooi. Oh ja, top. Ja, maar goed. Ja, super. Ja? Komt goed. Goeiedag. Ik dacht dat we hier konden lunchen. Wie is afgesproken? Ik hoorde dat van mijn manager. Patricia? Weiland? Nee? Oké. Is er volgens in... Oké. Okay. Oh, nou, helaas. We gaan even voor een gratis lunch, maar in het drinkspak. Niet gelukt. Helaas. Nou, kom lekker bij mij. Oh ja? Mag dat? Ja. Dat is wel heel erg lief. Nou, we werden er op een gegeven moment weggestuurd. Terecht ook. En toen was hier een man van de horeca zo lief om ons alsnog even een lunch aan te bieden. Dus volgens mij wordt er nu wat gekookt. Dat is wel weer heel sympathiek. Maar ja, er zaten een paar hele vreemde ogen naar ons te kijken van... Even een shootje erbij. Nog eentje. Hey, hartstikke bedankt. Kijk eens even. Oh. Dit is toch even lekker, hè? Groningen mosterdsoep en spekjes. Zo. Typisch Gronings? Typisch Gronings. Zo. Nou, eerlijk is eerlijk. Die soep hier is wel lekker. En het kroketje zat er ook heel snel in. Dus uiteindelijk is het item wel geslaagd. Althans, ik moet nog even dubbelchecken of we het echt gratis krijgen. Dus dat ga ik zo meteen nog even doen. En als dat lukt, dan kunnen we gewoon veilig naar buiten. En dan gaan we weer terug naar Amsterdam. Zo. Hebben jullie lekker gegeten? We hebben heerlijk gegeten. Super. Ja, top. Dat was top. Moeten we iets afrekenen? Nee. Nee? Nee. Hebben jullie het goed gedaan? Nou, dat heb jij fantastisch gedaan. Heel erg bedankt, man. Bedankt, hè. Echt top. Zo, dat was hem alweer voor deze week. We werden wel even weggestuurd bij de spelersgroep en dat snap ik ook donders goed. Die proberen ze als club natuurlijk te beschermen. Maar uiteindelijk zijn ze wel zo sportief en sympathiek geweest om een gratis lunch te geven aan ons. Bedankt voor het kijken. Abonneer even op het kanaal, hè, als je nog niet geabonneerd bent. 50% van jullie is maar geabonneerd van alle kijkers, dus dat kan niet. Druk nu gewoon even op de knop, het is een kleine moeite. Dankjewel voor het kijken en later.